We staan hier in Wees op Oost met twee dorpsambtenaren. Wat is de bedoeling dat ze hier komen doen? Wat komen ze hier doen? Ja, eigenlijk alles wat ze aan de gemeente kwijt willen. Aan gedachten, ideeën voornamelijk. Verbeteringen, ja, noem maar op. Meerdere containers voor dippen in hondenzakjes, hondenpoepzakjes. Een plek waar de honden veilig kunnen rennen en spelen. De speelplek voor de kinderen waar ouders bij kunnen zitten. Isa, nou zie ik jou hier aankomen fietsen. En je had ook zo'n mooi papiertje bij je. Wat stond daar ongeveer op? Nou, iets voor de honden en voor de kinderen om mee te spelen en zo. Even kijken hoor. En een plek waar ouders bij kunnen gaan zitten. Dat kan nu niet. Beetje speelplekken. Wij hebben dan een speeltuintje. Dat is eigenlijk alleen voor kleine kinderen. Ja. Zou je dan iets van andere speeltoestellen hier willen hebben? Of dat je toch op straat kunt spelen? Nou, speeltoestellen ook wel wat voor oudere kinderen. Niet alleen voor hele kleine kinderen. Dus waar je als grote dame zeg maar ook mee kunt spelen, dat lijkt je wel leuk. Ja. Heb je daar misschien een beeld bij van wat zou er dan ongeveer moet komen te staan? Nee, daar heb ik niet echt iets. En wat vind je dat eigenlijk voor de honden veranderd moet worden? Nou, dat ze ergens kunnen rennen en spelen met elkaar. Nou, leuk hoor. Hier gaan we echt al die ideeën die gaan we verzamelen. Ja. Zeg dat maar thuis tegen je moeder. En er komt nog een keer een vervolg op. Hoe heb je het bekendgemaakt dat jullie vandaag hier in deze wijk aanwezig zijn? We hebben huis aan huis een flyer verspreid met de aankondiging dat we vandaag hier staan. Op verschillende plekken en op verschillende tijden. Ik heb wel begrepen dat die niet overal helemaal goed is bezorgd, dus daarvoor excuus. Daar hebben we ook een enquête bij gedaan. Dus mensen kunnen een aantal vragen beantwoorden, heel simpel, van wat ze van hun woonomgeving vinden. En welk cijfer ze aan bepaalde zaken toekennen. Die kunnen ze vandaag bij ons inleveren, dat gebeurt ook. We hebben al een hele stapel binnen. En mensen kunnen dat ook aan ons mailen, naar dorpsambtenaren@oldebroek.nl. Mochten ze vandaag niet in de gelegenheid zijn, of op een ander moment het willen doen. Dorpsambtenaren@oldebroek.nl. Ja. Hoe vind je dat deze heren van de gemeente hier nu staan en dat jij daar je ideeën kunt inleveren? Ik vind het goed, want dan kunnen wij ook een beetje meedenken wat er met onze buurt en zo kan verbeterd worden. En dat vind je wel heel erg belangrijk dat je mee kunt denken? Ja, dat vind ik wel fijn. Nou, kun je bij de gemeente altijd al je ideeën inleveren? Werkt dit nou echt drempelverlagend met zo'n bus de wijk in? Ja, volgens mij wel. Natuurlijk kun je ons bellen, mailen, op bezoek in het gemeentehuis komen. Maar dit werkt ook voor ons prettiger, maar ook voor de inwoners. Wij zien meteen waar het over gaat. Hè. We lopen met mensen mee om de situaties te bekijken. Maar het gezicht is er ook bij. Dus we hebben zeker het idee dat het drempelverlagend is. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat leuk. Kijk eens aan, wat leuk allemaal. Ja. Hartstikke goed. Zo, een mooie ballon. Hoe heet jij? Amy. Amy, en welke nummer woon jij? Hebben jullie al veel mensen gehad? We zijn nu op de derde locatie in de wijk. En we hebben eigenlijk best wel veel mensen gehad. Ik denk per plek zo'n beetje 20 inwoners die in anderhalf uur tijd ons bezocht hebben. En de enquête kwamen inleveren. Maar ook in gesprek met ons zijn gegaan over zaken die zij belangrijk vinden in de wijk en waar aandacht voor wordt gevraagd. Ja. Het college heeft voor ons de wens uitgesproken om iets met natuurlijk spelen te gaan doen. Dat houdt in iets om te klimmen, een willigetenen hutje waar ze in kunnen zitten, allemaal dat soort dingen. Dat is weer een hele andere manier van spelen. Het heeft met beleving te maken. Ja, maar dat is voor zulke, is dat al, geef ze een ballon. Zoiets simpels, dan is het al goed hoor. Het hoeft niet achter elkaar af. Zie ik jullie hier met een bus. Is het de bedoeling dat deze bus in heel Weesup gaat rijden of in heel Oldebroek? Voorlopig alleen in deze wijk, omdat wij wel veel samenwerken met dorps- en wijkgroepen in Weesup, maar nog niet in dit deel van Weesup. Wij vonden het een goede zaak om het op deze manier te doen, om in ieder geval in contact te komen met mensen. En het zou ook mooi zijn als uit die wijk wat inwoners zich gaan melden die toch wat vaker met ons mee willen denken over hoe we het allemaal samen nog leuker kunnen maken hier in de wijk. Ik vind het drie keer niks. Ik kijk erop en ze doen er niks mee. En laat het gewoon een perkje worden, een mooi perkje. Wij hebben het al eens een keer eerder gezegd van geef ons een grasveld af, gewoon een mooi bloemenperkje. Wij onderhouden het. Dames, we staan even hier op een veldje achter. Vinden jullie het plezierig wonen hier in de wijk?
Zeker. Het is een kinderrijke buurt, groenrijke buurt en een hele gezellige buurt. Het is een oude gedeelte van Wezep en daar heerst altijd de gezelligheid. En je kunt op elkaar vertrouwen. Nou hoorde ik jullie ook al wat dingen tegen de dorpsambtenaren hier zeggen. Wat missen jullie nou echt hier in de wijk? Ik denk dat ik wel een stukje mis in het onderhoud van het groen, zeg maar, voor het huis. Wat zij ook net al aangaf, het staat er, maar dat is het ook. Er wordt niks mee gedaan. En de voorzieningen voor de kinderen. Het is echt op één plek dat er voorzieningen zijn en aan de andere kant, waar de kinderen nu juist heel klein zijn, hebben ze eigenlijk niks. Dus dat is wel iets waar wel wat aandacht aan besteed mag worden, vind ik. We hebben vandaag wel contacten gehad met mensen waarin we aangegeven hebben, goh, als je regelmatig mee wilt denken over het wel en wee in jullie wijk, meld je dan aan, hè, zodat wij een soort van wijkcomité kunnen oprichten voor Wezep Oost. En daar ga ik dan inderdaad, ben ik dan de dorpscontactambtenaar van. Eens per twee maanden heb ik bijvoorbeeld met Wezep Noord heb ik overlegd. Er is ook een groepje wat daar meedenkt over het wel en wee. Peter heeft bewonersbedrijf De Akkers, bewonerscoöperatie is dat volgens mij nu. Ja, er zijn ook een aantal hele actieve mensen die wat willen en die ook positief meedenken. Ja, dan wordt het niet alleen maar weer negatief over de gemeente, maar dan draait het positief om. Dat er ook leuke dingen kunnen gebeuren. Op sociaal vlak zie je dingen veranderen. Dat is hartstikke leuk. En dat doe ik uiteindelijk voor. Een hondenpop zie je? Wat vinden jullie van dit initiatief? Vinden jullie het echt drempelverlagend dat de gemeente echt in de wijk komt? Zeker, je hebt nu gewoon meteen aanspraak en mails hebben wij ook wel eens geprobeerd en telefonisch. Maar dan zit er toch nog die afstand tussen dat je denkt van nou, het zal. Nu spreek je ze rechtstreeks en kun je ook gewoon meteen zeggen wat de dingen zijn waar je tegenaan loopt. En ik ga ervan uit dat er nu iets goeds uitkomt. Ook het vertrouwen erin dat alles goed gaat komen? Ja, je kunt laten zien waar de problemen echt liggen. En dat is toch heel anders dan dat je het via een mail gaat of een telefoongesprek. Ja. Nu kun je echt laten zien van nou, hier is het probleem. Daarom staan we hier zo ook op dit voetpad, wat gebruikt wordt als fietspad. En daar kun je het ook laten zien van kijk, ik sta hier met angst en beven als ik mijn hond uitlaat, als de fietsers hier zo langskomen. Dus, ik hoorde zelfs dat ze hier met auto's rijden. Klopt, ze is zeker om even de boodschap uit te laten. En ook nog hard, dat je denkt van, als er een kind uit een zijstraatje komt, dan gaat het gigantisch mis. Wat ik hoor is dat mensen heel tevreden zijn over een woonomgeving, woonplek. Natuurlijk zijn er zaken die altijd beter kunnen, en die hebben we ook meegekregen. Maar over het algemeen vinden mensen prettig wonen in Wezep. En ook zeker in deze wijk Wezep Oost. Dus de lijnen naar de gemeente zijn op zo'n manier erg kort? Ja, vind ik wel. Het is heel prettig, heel persoonlijk voel ik het. Ik vind het een heel goed initiatief. Ik ben er blij mee.